Het is voor de examenonderdeel, voor de Retail Skills Battle of een ROC. Wil je later ook de kledingbranche in? Ja, zeker. Ja, ik wil denk met kleding of met schoenen of zoiets wil ik bezig laten. Ja. Ja. Telt dit ook voor het eindexamen? Ja, dit telt meer voor het eindexamen. Ja. Dit worden we beoordeeld op onze skills, de Retail Skills, ja, wat we in ons hebben. Ja, dat waar beoordelen jullie op? Wij beoordelen met z'n tweeën op presentation skills. En dat is vooral de aankleding van de kramen. Die hebben wij van tevoren bekeken en een aantal kramen geselecteerd op aankleding. En daar hebben we een lijst voor, waar verschillende punten op staan wat beoordeeld moet worden. En daar houden wij ons mee bezig. En we doen steekproeven daarna om te kijken of collega's het ook goed beoordeeld hebben. De presentatie op zich, die krijgen ze gewoon eigenlijk het hele jaar door. En dan laten we even tegen het eind van het jaar laten we zien hoe ze het beste een marktkraam of eigenlijk gewoon de verkoop het best kunnen presenteren. Had je het ook verwacht? Oh, nee, dat niet. Jij was volgens mij van kraam met de paardenspulletjes. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat samen ook met een collega bekeken en beoordeeld. Prima verhaal, prima kraampje. Dus ik vind het zeer terecht dat jij in ieder geval een prijs hier krijgt. Jij bent eerste geworden. Gefeliciteerd. En ik wil van jou een eerste reactie. Ja, ik ben blij. Wat heb jij er allemaal voor moeten doen? Nou, ik heb deze hele kraam gemaakt. Met dank aan het winkeltje van Manege Achter een Bos. En aan mijn sponsor Mayfair Ruitensport. En dit is ook een beoordeling voor je eindexamen, hè? Hoe voelt dat dan? Ja, goed. Als je dan een 9,2 haalt, dan ben je toch blij. En dat is een heel hoog cijfer. En ook nog eerste plek. Dus, ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Er gaat voorbereidingstijden zitten. Leerlingen zitten 2 jaar bij ons in opleiding. En wij bereiden ze door middel van de vakken, sales skills, product skills, noem ze allemaal maar op. Bereiden we ze eigenlijk al de hele 2-jarige opleiding bereiden we ze voor. Dus daarin worden ze hier op basis van hun skills al wel voorbereid. Alleen de voorbereiding qua show organiseren, ja, dat weet ik niet. Dat is niet echt in uren uit te drukken. Ik had gehoord dat dit voor een deel zeg maar, voor het eindexamen meetelt. Voor hoeveel procent is dat eigenlijk? 50% telt mee voor het eindexamen. Dus dat Engelsen worden ze officieel, hebben ze geen diploma-cijfer voor, maar dat is wel een examencijfer die wij uitstrekken. En Nederlands is een examencijfer. En voor commerciële economie, dat is het overroelende vak eigenlijk voor alle skills. En daar komt ook een examencijfer voor. Nou, dan heeft ze met 50% de eerste plek. Nee, zeker. En terecht de winnares, zoals u ook zag. Een hele mooie kraam en uiteindelijk is het ook knap dat je op andere vaardigheden, zoals dus communicatie, verkopen, heeft ze dus ook echt uitgeblonken. Anders kreeg je niet zo hoog cijfer natuurlijk. Dus ja, geweldig voorbereid.